Beste luisteraars, we hebben u het verhaal laten horen van de deskundige COVID-mensen in Suriname. Wat mij opvalt is dat er tot 2 of 3 keer toe gevraagd is, is er nou iemand in het NIS geweest die besmet was? En dan hoor je het antwoord, iedereen kan een potentiële besmetter zijn. Maar dat is niet de vraag. Weet je, nou ja, goed, ik kan me soms heel erg druk maken met dit soort mensen. Want ik bedoel, geef toch gewoon een antwoord dat iedereen die weet, die daar geweest is, denkt dan van, hé, dan moet ik laten testen, want er is iemand een besmetter daar geweest. Ga je zeggen van, iedereen kan wel besmet zijn geweest daar. Maar dat is, nou ja, goed. Ludwig, ik ga met jou verder. Ja. Goedenacht, Johan en alle luisteraars van Radio Tamara. Het is maar wat met ons geliefd Suriname. In Suriname zeggen we zozo djugu djugu en djaga djaga. Maar djugu djugu om niks, want als je gewoon eerlijk bent, dan is er geen probleem. Precies. Maar ik heb het in die vorige uitzending ook uitgelegd dat het iets typisch Surinaams is. Waar er gewoon duidelijkheid hoort te zijn bij eenvoudige zaken, maken we het zo ingewikkeld of er geleerden over elkaar heen buitelen. En toch, tot, dus op het eind, zijn het de ongescholen die het voor het zeggen hebben in Suriname. Dus wanneer ik zo luister naar al die deskundigen, dan denk ik bij mezelf, oké, aan de ene kant moeten we trots zijn dat we mensen op niveau hebben die op niveau internationaal meedenken. Maar als je dan je afvraagt, wat is dan de consequentie van al die intellectuele discussies, dan moet er toch een slotsom komen en dan moet je tot actie overgaan. En dan zie je dat dan meneer Nerkus aan het woord is. Nerkus is dan aan het woord. En er wordt zelfs gepraat nu over het schoonmaken van de NIS, van de Anthony Nestis portaal. Er zijn toch dingen die je van tevoren, als je weet dat je daar die dozen gaat deponeren en die stembussen, dan moet je die COVID-maatregelen al getroffen hebben. Dus het lijkt alsof wij het paard achter de wagen spannen. Dat is eigenlijk het belachelijke. En u hebt zelf kunnen luisteren. U hebt een live uitzending gehoord van een persconferentie. En u ziet hoeveel woorden men nodig heeft, maar wordt niks gezegd, niks concreets. Iwan geeft het heel duidelijk aan. Wanneer er een concrete vraag komt, van hoe weet men, is er iemand geweest die besmet is? Dan moet men toch zeggen van, ja, er is een man van 53 jaar, is toevallig getest omdat er een arts in de buurt was. En je moet dat ding omschrijven, hoe je erachter komt dat er een besmetting is of heeft plaatsgehad in de Anthony Nesty sporthal. En wanneer een journalist gewoon een kritische vraag stelt van, kunt u me uitleggen hoe u erachter bent gekomen? Is dat toch een eenvoudige vraag die je moet beantwoorden, concreet. En dan zie je dat. Ik wil het ook graag op een gegeven ogenblik weten, omdat er een brief rondgegaan is van de DC, meneer Merkus, die zegt dat er iemand daar geweest is die was besmet een paar dagen, liep hij daar rond. Ja. Er zijn een heleboel mensen die daar geweest zijn. Journalisten onder andere, noem maar op. Ja. Dus die mensen willen weten, is er een besmet persoon hier geweest? En dan krijg je als antwoord, iedereen kan een besmet persoon zijn. Dus ik krijg geen antwoord. Dat is toch belachelijk? Het is maar wat. En die zogenaamde volmachten, dan ga ik direct een bruggetje maken naar, ik heb dus iets minder tijd vandaag, ook rekening mee. En ik maak een bruggetje naar de actualiteit. En wat blijkt namelijk, dat een van de grootste problemen op dit moment in het land, Suriname, voor de luisteraars internationaal, zeg ik het even erbij dat we het hebben over de verkiezingen van 25 mei 2020, die nog steeds niet helemaal uitgeteld zijn en waaromheen een heleboel berichten circuleren die de indruk wekken van een totale chaos. Maar het komt erop neer, dus die brug te maken van die COVID-besmetting die nou wordt gebruikt, de aanwezigheid van het virus, van de pandemie in Suriname, wordt gebruikt om het tellen van de stemmen
om gevolg te gaan geven aan een oproep van de president om hertelling van alle stemmen die zijn uitgebracht. Het eerste verzoek van de president is door de voorzitter van het OKB, mevrouw Jennifer van Dijk Silos, negatief beantwoord. Ze heeft gezegd, en we moeten goed luisteren, want ik ga stelling poneren hier, louter op analytische gegevens, zeg ik dat mevrouw Jennifer van Dijk Silos niet consistent is in haar antwoorden en in haar beleid, waardoor zij de verdenking op zich laat dat ze in feite van twee wallen eet, om het zo uit te drukken, of het anders uit te drukken door te zeggen dat ze niet onpartijdig is, niet objectief, niet onafhankelijk. En ik ga deze harde stelling ga ik even bewijzen. Ik heb het min of meer al half bewezen in die vorige uitzending. Dat ik heb gewezen op de waarneming van de Organisatie van Amerikaanse Staten, de OAS, een soort Verenigde Naties voor Zuid-Amerika. En die waarnemers die gevraagd zijn door de oppositie om langer te blijven in Suriname, die hebben waargenomen, en dan ga ik hun constatering even citeren, ze hebben waargenomen dat de president van Suriname tijdens het verkiezingsproces, dus tijdens de stembusgang, contact heeft gehad met de locaties waar er gestemd wordt en met het OKB. Dat er een contact is geweest. En toen heeft mevrouw Silos, om zichzelf vrij te pleiten, bekendgemaakt van nee, die president heeft niet contact opgenomen met de OKB. OKB heeft hem uitgenodigd. Nou, dommer kan het niet, want ik heb daarmee aangegeven dat ze eigenlijk bevestigt dat die president en zij, als persoon contact hebben gehad. En dat het niet belangrijk is of nou die president er heeft gebeld of is geweest of zij is geweest. Dat komt er meer. De OAS constateert een contact. Ja, en een contact betekent dat er twee polen zijn, toch? Dus een wederzijds contact. En dat, zegt de OAS, geeft een signaal af dat de president moeilijk zijn objectiviteit gaat kunnen bewijzen, omdat hij daar niet hoort te zijn. Hij is onderwerp van het stemgedrag. Namelijk, hij is de baas van Suriname. Als president is hij lid van het hoofd van de zittende regering. En die verkiezing gaat erom of hij hoofd kan blijven of dat hij weggestemd gaat worden. We hebben inmiddels het resultaat al binnen dat door 71% van de bevolking, volgens de laatste IDOS-peiling na de stembusgang, is deze president weggestemd door 2/3 van de Surinaamse bevolking. Als we ervan uitgaan dat het electoraat een representatieve steekproef is. Goed, laat me eventjes dus terugkomen op dat ding van mevrouw Van Dijk Silos. Dat zij dus de verdenking op zich heeft geladen, op de manier waarop ze optrad en opgetreden heeft. Dus dat ze dus herhaaldelijk ook heeft gezegd en heeft gedreigd met het eenzijdig bekend zullen maken van de stembusresultaten, omdat er een miscommunicatie plaatsvindt met de verschillende actoren. En ze geeft daarbij aan dat wat haar het meeste hindert is de relatie met het Centraal Hoofdstembureau, en dat is per kiesdistrict is er een voorzitter. Ja, en met name van Paramaribo is het de heer Nerkus. En het komt erop neer dat zij geklaagd heeft over de communicatie ook van het met het ministerie van Binnenlandse Zaken, die de jurisdictie heeft over de stembusgang als ministerie. Dus dan het anders zeggen, de verkiezingen
vallen onder juridictie van de minister van Binnenlandse Zaken. Dus je hebt in Suriname een competentievraagstuk. Dat is gaan gelden. Omdat je hebt mevrouw Van Dijk Silos is voorzitter van het onafhankelijk kiesbureau OKB. Ja, en de naam zegt wel onafhankelijk, betekent dat ze geacht wordt buiten de partijen onafhankelijk het gehele stemproces te coördineren en de verantwoordelijke te zijn voor het bekendmaken van de verkiezingsuitslag. Maar precies daar is er een heel groot misverstand in Suriname. Want aan de ene kant heeft de OKB een soort verantwoordelijkheid om aan den volke bekend te maken wat de definitieve uitslag is. Maar aan de andere kant is het Centraal Hoofdstembureau de wettelijke instantie die in feite de stemmingsuitslag officieel verklaart. Ja, dus eentje maakt het alleen bekend, moet het bekend maken. De rest OKB. En het verankeren in de geschiedenis van de wetgevende geschiedenis van Suriname. Dat doet het CHS, het Centraal Hoofdstembureau. Maar goed, en de president mag het alles overroelen. Dat regelt de Surinaamse grondwet. Dat de president zich opstelt als een soort superbaas die over al die instanties heen kan sjoemelen. Dat is nou ook ten volle gebeurd. En toen heeft dus president Boudersen gevraagd om hertelling. En het antwoord van mevrouw Van Dijk Silos, ik was er ook in gestonken, moet u zeggen, want ik heb niet goed geluisterd. Ze heeft gezegd dat hertellen onmogelijk is. En ja, toen was iedereen blij van een ja, mevrouw Silos die neemt een goed standpunt in. Maar ik ben toen gaan luisteren wat ze heeft gezegd. Ze zegt niet dat hertellen onmogelijk is. Ze zegt hertellen van alle stemmen is onmogelijk. Maar dat, dus de president had in de eerste instantie gevraagd hertelling paramaribo. Want we weten volgens die gegevens dat, en het is bevestigd door het onderzoeksbureau IDOS, dat er Paramaribo sprake is van 274 stembussen, waarvan 200 al geteld waren. En dus de stelling van de NDP was dat die 74 stembussen die nog moeten worden geopend en geteld, dat die een verschuiving kunnen vermelden in de richting van het voordeel van de NDP. Waardoor die 16 zetels die geteld waren tot dusver voor de NDP nog kunnen veranderen naar 17. Maar goed, dan kom ik op mijn kritiek of mijn commentaar. Dat dit wijst ook eigenlijk op het tekort aan wetenschappelijkheid bij al die personen, die actoren in het stembus gebeuren. Omdat zo'n simpel ding als een steekproef en zo'n simpel ding als een rekenkundige constellaties, dan kun je gewoon, als je een beetje onderwijs hebt genoten, dan weet je dat als 99% van de stemmen geteld zijn en er alleen 10% nog niet geteld zijn, dat je kunt spreken van een representatieve verzameling die niet gaat veranderen. Met andere woorden, de rest stemmen die nog geteld moeten worden, de kans dat daar een abominabel andere verschuiving plaatsvindt is heel klein. Het is dus hoogstwaarschijnlijk, en dat heeft te maken met kansberekening, elke een beetje beschrijvend statisticus kan dat voor je berekenen, dat de kans dat er in die reststemmen een andere verhouding zichtbaar wordt, is klein. En dat betekent dat het onwaarschijnlijk, dat het niet waarschijnlijk is, de vooronderstelling van de president, dat vanwege het feit dat niet alle stemmen geteld zijn, er nog grote mutaties te verwachten zijn. Het enige, en daar wijst de OAS om, dan ga ik weer naar de OAS. De OAS wijst op zijn commentaar dat doordat de president zich heeft gemengd in de stemmen,
stembusgang. Ja, gewoon de fysieke bemoeienis van die president. En dat noem ik een paar andere momenten ook. Toen er gezegd werd dat zijn kleinzoon in de nacht is gesignaleerd om stembussen of stemdozen uit die Anthony Nesty Sporthal te verwijderen. Dan is zowel de president met een verklaring gekomen met een alibi voor die jongen. Dat, nee, die jongen is niet daar geweest. En ook heb ik begrepen dat uit van horen zeggen dat men in Limbo ook in zijn programma mee heeft geholpen om hard te maken dat die jongen niet daar is geweest. Maar kortom, waar het om gaat is niet of die jongen wel of niet is geweest. En of Bravo Brunswijk de waarheid heeft gesproken, dat heeft gezegd dat hij die jongen heeft gezien met zijn eigen ogen. Het feit is, ik breng u terug naar de analyse van de OAS, die zegt, belangrijk is dat de president zich dus ergens mee bemoeit. Dat is het nieuws wat je moet vasthouden. Of het waar is, niet waar is, of die jongen gele broek had, of bij zijn tante was, is niet belangrijk. Het feit dat die president, terwijl die beschuldigingen geuit worden, zich geroepen voelt om met verklaringen te komen waar die jongen nou wel was of niet was, betekent dat de president, de machtigste man in het land, zich bemoeit met de stembusgang. En dat, zegt de OAS, is een indicatie dat er vertekeningen zullen plaatsvinden en dat die, door die bemoeienis van die president, de verdenking op die president, dat hij zich gaat schuldig maken aan frauduleuze gedragingen, dat die verdenking toeneemt. Dat is wetenschappelijk hard. Ja? En Bouterse zit dus in een hokje waar alles geen persoon op zijn gericht en hij kan geen kant uit. En daarom zeg ik, ik breng het extra naar voren, dat we wanneer de waarnemers uitspraken doen, hoe die dingen heel serieus moeten nemen en moeten analyseren. En dan kom ik terug naar mevrouw Van Dijk Silos, voorzitter van de OKB. Die is, dus ik geef aan waarom zij er een verdenking op haar rust, dat ze niet objectief is. Dus de vraag is dan, wat had zij te bekonkelen met de president? En welk standpunt neemt ze in ten opzichte van de president? Is ze zo onafhankelijk als ze had moeten zijn? Is een vraagteken. En dan ga ik die vraag nu nog een beetje kracht bijzetten door erop te wezen dat mevrouw Van Dijk Silos een groot probleem heeft veroorzaakt met de Franse ambassadeur. De Franse ambassadeur die heeft, dat komt erop neer, hij heeft een verklaring doen uitgaan van de Franse ambassade die blijkt geeft van felicitaties aan de winnaar van de VAP en hij heeft gezegd dat daarbij zijn er uitspraken gedaan, ik weet niet of het schriftelijk is of mondeling, dat ze mede namens de Europese Unie praten. En toen heeft mevrouw Van Dijk Silos gereageerd als door een wesp gestoken, dat hoe durft die Franse ambassadeur namens de EU uitspraken te doen, want de EU is niet geaccrediteerd in Suriname en is het een belediging voor Suriname dat de man zich bemoeit met die interne aangelegenheden namens de Europese Unie. Een heleboel lawaai, een storm in een glas water. En zo heeft mevrouw Van Dijk Silos zich gedragen om waarschijnlijk goede sier te maken bij de president, dat ze een nationaal standpunt inneemt en Suriname waardig verdient. Maar in feite slaat ze een grote blunder, omdat die Franse, die man is ook heel boos geworden. Die man is met een verklaring uitgekomen en ik kan u zeggen dat deze kwestie nog een lange staart gaat krijgen. En dat ik het zeer onverstandig van mevrouw Van Dijk Silos vind, dat ze zich zo persoonlijk heeft opgesteld, ja, in een hele delicate kwestie. Want die ambassadeur heeft gereageerd dat hij een ambassade heeft in Suriname en dat die ambassades op supranationaal niveau
met elkaar samenwerken. En kortom heeft uitgelegd dat zijn uitspraak legitiem is geweest en dat hij niets heeft gezegd wat niet klopt. En dat Suriname er rekening mee moet houden dat al die afzonderlijke ambassades van Europese landen in Suriname, dat hoewel ze in Suriname niet verenigd kunnen worden, niet kunnen worden beschouwd als ze zijn verenigd in een EU, in een Europese Unie. De Europese Unie heeft een andere strafrechtelijke betekenis. Dus technisch gezien heeft mevrouw Van Dijk Silos gelijk. Van ja, de EU is niet geaccrediteerd. Maar, zegt die Franse ambassadeur, het zijn mijn mensen die lid zijn van de EU, die in Suriname geaccrediteerd zijn en een ambassadepost hebben. En hij zegt, hij mag dus, hij is niet buiten zijn boekje gegaan, hij mag dus zijn lid van de EU ook namens de EU spreken. Maar mevrouw Silos refereerde naar een probleem dat er bij de vorige verkiezingen ook zou zijn geweest tussen Suriname en de EU. Het boedert al een hele tijd niet tussen Suriname en de EU vertegenwoordiger in een heleboel zaken met betrekking tot subsidies en andere standpunten. Maar men maakt het ding weer ingewikkelder. Men begrijpt toch dat er niets aan de hand is. Die man heeft gewoon zijn felicitaties uitgebracht en gezegd waar het op stond, de waarheid. En dan wordt mevrouw Van Dijk Silos zo boos. En daardoor ben ik gaan twijfelen aan de objectiviteit van mevrouw Silos. Mevrouw Van Dijk Silos. Dat zij een raar spelletje speelt met de president. Dat zij niet ingrijpt waar ze had moeten ingrijpen. Ze had veel voortvarender het telproces in de Anthony Nesties portaal moeten volgen. Als zij eerder had gereageerd, wat haar competentie was, dan waren we nu niet beland in een situatie die door de president wordt gecreëerd om namelijk het telproces in de Anthony Nesties portaal te stagneren. En nu gebruikt hij het COVID-19-virus, de pandemie, de coronapandemie, wordt gebruikt door de president om te legitimeren dat hij tijd nodig heeft. Hij gebruikt zogenaamd de reststemmen als excuus, maar hij heeft tijd nodig om zich te beraden op welke manier hij de verkiezingsuitslag nog kan bederven, kan ondermijnen, kan tegenwerken. En dat moet duidelijk zijn voor iedereen. We moeten niet om de hete brei heen draaien. En dat is verwerpelijk. Het is een vreselijk verwerpelijke kwestie dat een president die al eerder zijn eigen rechterlijke macht schoffeert, die nu ook het hele verkiezingsproces ondersteboven haalt en dus belang blijkt te hebben bij chaos in het land. En hij speelt met vuur. Want hij nu wordt er gezegd dat er een uitbraak is van de pandemie. En dat er toename van het aantal besmette personen is. Zonder dat men met concrete gegevens komt. En dat wekt weer de indruk alsof men een heleboel dingen uit hun duim aan het zuigen is. Men is de zaak aan het fantaseren. Om een klimaat te scheppen waarbij A, die president iedereen kan overroelen met zijn macht en de noodtoestand kan uitroepen. Men doet het om het verkiezingsproces te frustreren. En ik heb goed geluisterd naar sommige critici die zeggen dat die president tijd aan het kopen is om snode plannen uit te voeren. En dat weten we niet. Er wordt gespeculeerd vanaf een vlucht naar het buitenland tot en met het zodanig frauderen en mensen omkopen. En er wordt gezegd ook, en dan praat ik eventjes, ik zeg onder voorbehoud, zeg ik dit, omdat ik het niet geverifieerd heb, maar er is evidentie genoeg dat het dicht bij de waarheid is. Namelijk, ik heb al gezien hoe mensen als Dilip Sarju en de gebroeders Parmesar van de Yokohama groep, hoe die geld hebben gesmeten in de richting van Brunswijk. Het is zelfs een issue geweest waar Brunswijk heeft gezegd van ja, hij gaat alle gelden aannemen, maar hij blijft tegen de NDP. Hij wil niet samenwerken met de NDP's
kunnen hem niet omkopen. En toen heb ik erop gewezen dat dit heel slecht nieuws is voor de toekomstige ontwikkelingen in de politiek van Suriname. Want het geeft aan dat Brunswijk, dat daarmee te schommelen valt. En dat hij niet standvastig is als het gaat om principes. Trouwens, dat zeg ik niet. Dat is Brunswijk zelf. U kunt het op YouTube nagaan. En een heleboel uitspraken die heeft gedaan in het verleden. Heeft hij met de Suriname, zegt men met Brad Kanti van zijn moffel, heeft hij uitgelegd dat principes niet bestaan. Hij zegt, niemand heeft principes, want je gaat altijd in je voordeel beslissen. En het begint erop te lijken, als we zien wat er nu aan het gebeuren is in Suriname, dat de ware aard van het beestje tevoorschijn komt. En dan ga ik over naar de slotfase van mijn analyse, om een analyse te maken van wat er nu gaande is in Suriname. Namelijk dat de president van Suriname die hertelling wenst van in principe alle stemmen, maar hij heeft ook apart hertelling geëist van Paramaribo. Ik heb voor u geanalyseerd dat het antwoord van mevrouw Van Dijk Silos heel vaag is geweest. Dat ze zegt hertelling is niet mogelijk in alle kiesdistricten. En dat is een nuancering waarbij in feite ze ook kan zeggen met diezelfde woorden dat hertelling wel mogelijk is in Paramaribo. En daar gaat het om met betrekking tot die reststemmen. Verder wil ik erop wijzen dat laat me eventjes nog wat over die COVID zeggen, want u hebt rechtstreeks al die persconferentie gehoord, dat het gehele gedoe rondom die besmetting in die Anthony Nesty Sporthal, dat bij de grote delen van die bevolking het al zo opgeblazenheid. Het is wel ernstig, maar het is opgeblazen. En een virus, laat me u dit zeggen, dat is mijn benadering, mijn analyse. Een virus, die timed niet. Die deskundigen hebben het zelf gezegd. Een virus houdt geen rekening mee of je NDP bent of VAP of SPA of dat je geel bent of groen. Als je besmet wordt, word je besmet. En dan hoor ik een oproep van het COVID-team. Van ja, zeggen ze, het komt door ongehoorzaamheid. En dan zie je dat die man zijn stem dan een beetje serieuzer wordt. Want hij verwijt eigenlijk de Surinaamse bevolking ongehoorzaamheid. Dat daardoor het virus kans krijgt zich te verspreiden. En dan wijs je natuurlijk op mensen die extra maatregelen die getroffen zijn door die regering, dat ze die omzeilen. Maar ik zeg, nee, het is een totaal verkeerde analyse. De benadering van het COVID-virus, van de pandemie, die is erbij gebaat dat het bewustzijn van die Surinaamse bevolking verhoogd wordt op het gebied van levensbedreigende zaken die de volksgezondheid betreffen, zoals deze pandemie. En dat wil zeggen dat wanneer het gaat om bewustzijn is gekoppeld aan informatie. Je moet die bevolking gewoon belangeloos informatie geven. En je moet duidelijk zeggen wat er aan de hand is, wat je weet en welke conclusie je trekt, zodat men, dus ik bedoel de hele Surinaamse bevolking, samen met de beleidsmakers kunnen volgen de logica van wat zich voltrekt in het land en hoe men er tegenaan kijkt, welke veranderingsprocessen er zijn en waar de discussie over gaat. En ik vergelijk het alleen met de rest van de wereld, met Amerika, met Europa, en dan zie je in Nederland ook dat die discussie verschuift en dat men die bevolking elke dag op de televisie bijhoudt van luister, als wij die lockdown te snel uitvoeren, dan lopen we het risico dat er weer een nieuwe uitbraak komt, et cetera. En men houdt de telling elke dag bij. Ja, niet bij een persconferentie in de week. Nee, elke dag zegt men, er zijn zoveel gevallen bij, zoveel gevallen af, et cetera. Waardoor het bewustzijn van die bevolking over de ernst van de pandemie goed, als het ware, een positief zich ontwikkelt. En het gaat niet om gehoorzaamheid met een bullepees. Je ziet ook dat in Suriname men de nadruk te veel
heeft gelegd op de fysieke controle op de grensposten. Maar het gaat nogmaals om het bewustzijn van die mensen die aan de grens wonen. Want als jij fysiek aanwezig moet zijn en het luchtruim moet sluiten voor verkeer, et cetera, omdat je geen steun krijgt van die bevolking, dan mag je controleren tot je naar ons weegt. Maar gaan die mensen toch een boren vinden die naar Suriname willen komen en eventueel besmet zijn. Dus nogmaals, dat heb ik niet bedacht. Ik lees over die internationale medische rapporten. Lees ik en overal wijst men erop. Men moet geen gegevens als geheimen beschouwen. In Suriname bemoeit de dienst nationale veiligheid. Bemoeit zich ermee en er komt een mevrouw, Veira, die komt uitleg geven of er een vliegtuig komt naar Suriname met achtergebleven mensen en dat ze in quarantaine moeten en zo. Terwijl die vrouw moet helemaal uit beeld gaan. Het gaat om een pandemie. Dus ik wil luisteren naar een viroloog. Ik wil luisteren naar een medicus. En mensen die verstand van zaken hebben. En ik wil luisteren naar de politieke beslissingen die daaruit volgen. Ja, en wanneer die president vindt dat er iets gebeuren moet, moet hij dat kunnen beargumenteren. En niet zomaar als een dictator iets komen afroepen om een verkiezingsproces te verstoren. En dan ga ik naar het laatste gedeelte van mijn analyse. Ik zet die dingen voor u op een rijtje, dat ik nog volgbaar kan zijn. Namelijk, ik was, toen ik hoorde dat Ben in Suriname, dat de samenwerkende partijen van de oppositie, onder leiding van de VAP, een soort akkoord hebben gemaakt, was ik enerzijds blij, want men moet voortvarend optreden. Dus dat is heel goed, dat men snel in feite de componenten die een regering gaan vormen al bekend maakt. En de politieke partijen die worden betrokken in het formatieproces, dat is een goede zaak. Maar toen ik hoorde dat er een uitbreiding was van het aantal ministeries, toen zakte de moed mij in de schoenen. Toen dacht ik, kijk, we zijn weer terug bij af. De campagne en de politieke campagnevoering heeft de VAP en al die oppositionele partijen en die kleine partijen hebben gehamerd op de verkwistende uitgaven van de regering Boutersen. Er is te veel uitgegeven en er is nota bene gestolen. Dus er is geld zoek. Met andere woorden, we hebben een probleem met de staatskas. Een probleem in de staatskas. Luisteraars, even een onderbreking. Ja, Ludwig, ben je daar? Ik ben er. Dames en heren, ik ga direct door met waar ik gebleven was. Omdat ik maar 5 minuutjes heb om te beëindigen. En nu toch dat deel van die analyse wil doen toekomen. En ik ga zeker de volgende keer op verder. Maar ik ga nou even verder. Ik was gebleven erop te wijzen dat ik het een valse start vind dat men het aantal ministeries is gaan uitbreiden. En daarmee de overheidsuitgaven heeft vergroot. Terwijl men in de reclame, in de propaganda, in de verkiezingspropaganda bekend heeft gemaakt bij de kiezers dat men die overheidsuitgaven wil stoppen. En dus men begint met een eerste overtreding. Ik werd ook ontmoedigd toen ik weer een kop had van meneer. Dus ik heb echt alle respect voor die man, maar ik vind hij hoort niet thuis in het plaatje van een vernieuwend regeerbeleid, dat je weer een somoharjo krijgt waarmee je moet gaan dealen. En dan moet dat bieden dat men die man in aanmerking wil laten komen om voorzitter te worden van de assemblée. Nee, meneer, die man wordt minister van Binnenlandse Zaken. Sorry, ik vergis me, ja. Van minister van Binnenlandse Zaken, dan denk ik bij mezelf, 78. In zo'n prominente rol, zeg ik van, is het een verkeerde greep die niet veel goeds voorspelt. Ik heb al eerder uitgebracht, je hoort ook allerlei verhalen van fake news op de sociale media over de omkoopbaarheid van de ABOP. Je hoort ook dat er diverse geldschieters van de NDP actief bezig zijn op het veld om het totale aantal zetels dat de regering nodig heeft
om zelf in een vergadering de president aan te wijzen en te verkiezen, dat men moeite doet om dat proces te frustreren. Dus er wordt enorm hard gewerkt. Dat heb ik zo net gezegd. Als er mensen slapen in Suriname, dan kan het iedereen zijn, behalve de NDP en behalve de president. Die maken overuren op dit moment om het verkiezingsproces te verstoren. En dan wil ik wijzen op wat ik mis in die gehele formatieronde die nu gaande is. Dat men het nationale draagvlak niet opzoekt. Santokie heeft het een aantal keren genoemd in zijn speeches, maar je ziet concreet niks ervan. Men had al lang officieel alle deelnemende partijen aan die verkiezing, of ze nou één zetel hebben gehaald of niet, moeten uitnodigen om een heel groot nationaal draagvlak te maken. En het is niet te laat. Waarom? Omdat vanuit er is nu een machtsvacuüm aan het ontstaan, namelijk een president die moet aftreden en er moet een nieuwe gekozen worden. Maar in die tussentijd, dus dat is nu, is er nog geen parlement, ja, en heeft die president nog een beperkte bevoegdheid om dingen af te wikkelen. Dus er is een soort dreiging tussen aanhalingstekens van een machtsvacuüm in Suriname. En waar ik op wil wijzen is dat wij zo snel mogelijk een orgaan in elkaar moeten draaien met een nationaal draagvlak dat gaat regelen. Ik noem het maar bijvoorbeeld de Nationale Raad voor Overgang of voor Transitie. Dus want ik geef dit voorbeeld. Als jij een Augia-stal moet opruimen, zoals van de VAP verwacht wordt, en je wil er een schoonheidssalon maken voor behandeling van de schoonheid van dames, dan weet je dat je een stinkende varkensstal niet plotseling die varkens kan wegjagen en dan je dames kaptafels kan beginnen te zetten. Nee, waar gaan al die dames gaan stinken? Je moet schoonmaak houden. Je zult die eerste periode zul je gewoon de identiteit van die varkensstal moeten aanpakken om die beoogde dameskapsalon met mooie dames te installeren. Dan moet je dus een overgangsperiode voor in acht nemen. En ik geef dit voorbeeld waarom ik zeg dat de huidige nieuw gekozen regering, die moet zich niet rijk rekenen. Die gaat al die schulden toestanden van die vorige regering moeten oplossen. Weet hoeveel onderzoeken er gedaan moeten worden naar fraude? En er gaat een plukse team moeten komen om die eigendommen van de staat terug te vorderen en die gelden. P.A. Monide, je moet het money aanhalen nu. Dus we moeten ons niet blind staren op verdeling van ministeries, et cetera. Dat is de essentie wat ik analyseer. En dat die koehandel die altijd gehouden wordt in Suriname na de verkiezingen, waarbij men omkoopt, schuift, trekt aan mensen en zo, dat moeten we beperken. En dat kan je niet door het aantal ministeries te laten toenemen. Je moet juist het aantal ministeries inkrimpen tot een 10 stuk, een 10-tal. En je moet afstappen van die oude gewoonte om mannen van het kaliber Somo Harjo te gaan accommoderen. En dan kom je weer in die oude spiraal van waar we juist uit moeten om Suriname uit de problemen te halen. En dan wil ik als slot op één ding wijzen. Men spreekt in het algemeen in de politiek van een demissionaire regering, dat wanneer je in feite minister af bent. En wat zie ik in Suriname? Dat ministeries nog beslissingen bekendmaken van wat ze aan het doen zijn. Ik zie die minister van Onderwijs met allerlei plannen en dingen komen uitleggen. Die mensen moeten naar huis. Ze moeten nu hun koffers aan het pakken zijn. En niet ons vervelen met allerlei nep bezigheden. Daar hebben ze alle tijd voor gehad. Ze moeten nu vertrekken. En ik eindig met de spreuk van Mandela, door op te wijzen dat Mandela heeft een keer deze spreuk gedaan. Hij heeft gezegd: politici begaan vaak een vergissing door te verwachten
van mensen dat de vijanden van hun ook de vijanden van hun achterban moeten zijn. Of van de Surinaamse bevolking. Dus in het geval van Zuid-Afrika, van de Zuid-Afrikaanse bevolking. De vijanden van de politici zijn niet de vijanden van het volk. En waarom zeg ik dit? Omdat nu aan de orde is wie met wie gaat samenwerken. We moeten mensen niet dwingen in een bepaalde richting. Het volk heeft gekozen voor Santokki van de VAP. En daar moeten we ons bij houden. Want ik hoor mensen allerlei, het lijkt op een puzzel die men bij elkaar aan het plakken is. En dat is het zeker niet in Suriname. En ik heb tot slot altijd gewezen op de brede basisideologie van Pengel en Lachman, die de overhand moet hebben bij het vormen van nieuwe instituten en een nieuwe regering. Dit was het voor deze keer. Ludwig van Milieu voor Radio Tamara. Tot de volgende keer. Bedankt en tot de volgende keer.